Even kijken, die maar eventjes hierbij. Het allemaal een beetje stabiel staat, dus het is wel een beetje leeg, de koelkast zie ik. Maar dat mag de pret niet drukken. Deze ook maar even hier. Nou, dat kan daar niet op, hè. Goedemorgen. Goedemorgen op deze nationale feestdag. Nationale feestdag? Ja. Het is 14 juli, 14 juli. Ah oui, d'accord. En Frans, jour national. Ja, ja. Nou, we zijn weer vertrokken. Vanaf de camping. Camping de ja, Hollandse boerderij. Wat hebben we? Een vis. 12 uurtje. Vis 12 uurtje, broodje zalm, kibbeling, salade, patat hebben we erbij. Oh, wijs nog even opnieuw aan, want ik was even ergens anders. Voor de mensen thuis, de kijkers. Broodje zalm. Ja, gerookte zalm. Ja, kibbeling. Ja. Hier stonden we toen een keer, toen nog niet, zei die man dat het niet handig was. Nee, maar het staat er ook niet parkeren, hè? Het is open. Ik heb niet de indruk dat er veel mensen zijn, Ineke. Nee, misschien dom. Ik heb het idee dat er helemaal niemand is. Ja, goed, er kunnen wel wasjes draaien natuurlijk. Nee, één drasje draait er. Nou, dat is... Even kijken. Kitchen bar is wel onze favoriet. Ja, niet, geen groot restaurant, maar wel heel... Heel goed. Ja, en gezellig. Maar we gaan ook zeker, als wij terugkomen vanuit Denemarken, gaan we in Zeewolde. Ja, ik weet niet wanneer ze daar beginnen. Nee, maar dat gaan we vanavond even vragen. Even vragen, een belangrijke vraag. Nu even wat drinken en dan gaan we de garage even reorganiseren. Ja. We zijn weer klaar voor om er vandoor te gaan. Ineke heeft het slaapgedeelte alweer opgeruimd. Ik heb water gehaald. Ik heb elektriciteit gedaan. De keuken is klaar. Oh, wacht even. We kunnen meteen de kastjes dicht doen. Ook die van de herstelde middelstella. Oh, deze moet ook dicht. Even kijken in de koelkast hoe het er daaruit ziet. Want dat is natuurlijk schuiven. Oh, daar staat de knipper in. Oh, geen idee. Dat weet ik niet. Oh, dat komt dat het gas natuurlijk ook uit is geweest. Even kijken. Die maar eventjes hierbij. Het allemaal een beetje stabiel staat, dus het is wel een beetje leeg, de koelkast zie ik. Maar dat mag de pret niet drukken. Deze ook maar even hier. Nou, dat kan daar niet op, hè. Dus dan is dat wel goed. Is. Altijd even check, dubbel check. Ineke is verantwoordelijk voor binnen, ik voor buiten, maar dan controleren we elkaar. Daar zit het dingetje op, het toilet is dicht. Hier moet nog het dopje in, zie ik nu. Zo, dat gaat onderweg stinken als je dat openlaat. Nou, en we zijn weer vertrokken van het Lindendal in Steggerda. Ja. We rijden nu richting de snelweg. Aan het einde van de weg, links afslaan. Ja, net Akke even gedag gezegd. Ja, alles weer... tip top in orde. Zeker weten. En ik ben blij van die lade, dat die lade weer in zit. Ja, dat was toch fijn. Een rot gezicht. En de deur die weer veel beter dicht gaat. Ja, want die ging een beetje uit zijn lood. Ja. Trouwens, welkom bij vlog 68. Wat zeg je nu? Vlog 68, welkom. Yep. We gaan er weer een leuke vlog van maken. Ja, we hebben een druk programma dus. Ja. En de laatste twee vlogs, diegene die nog uit moet komen, die... Ja. Maar inmiddels uitgekomen is als jullie dit zien. Die zullen niet echt hoogstaande vlogs zijn, leuke vlogs, maar voor ons, ja, we gaan hem maken. Oké. Auto's voor de zin. Gaan we vanuit dat die zo alweer dicht? Nou, hij staat nog open voor de boot. Voor ons nog dicht.
van kaas recht omhoog. Als je even dat moet zien op zich. Daar, maar dat gaat heel langzaam. Ja, ze gaan niet dicht voor de boot. Nou, we zetten hier ook nog muziek onder. Zeg je? Zetten we hier ook nog muziek onder. Nou ja, we kunnen wel even zeggen dat het wachten weer is. Ja. Dat het vissersbootje... Ik zie het. De paling aan het binnenhalen. Tenminste, de mensen die daar in het bootje zijn. Oh, wat zou het misselijk worden. Op het Markermeer. Ja. Met daar inderdaad de Oostvaardersplassen. Ja. Waar met recht nu veel plassen ontstaan. Wat een regen weer. Bizar gewoon. Ja. Ga maar even boodschappen doen dan. Ga maar even boodschappen doen. Even wat eten en dan rijden we naar Boskoop. Ja, doen we. Nou, dan zijn we er bijna, hè? Nog 27 minuten, ja. Ja. Binnendoor over Nieuwe Ter Aar. Ja. Daar kruipen door de weggetjes. Ja. Hij stopt. Ja. Nou, we moeten nog even bootjes kijken. Brutus. Oké, we hebben een mooi wegdek in. Er zit zelfs een bocht in. Kijk, van Brutus. Brutus. Dat is een aparte brug. Ja, een wegdek met een bocht erin. Ja. Een kleine bocht erin. Ja, gaat toch wel. Dat hebben we nooit gezien. Nee, dat hebben we nooit gezien. Komt dat een shot af of is dat regen? Dat is regen. En daar hebben we er nog één. Nou, we moeten nog 16 minuutjes hier. Ja. 12 kilometer. Zo, tussen twee caravans door zie ik daar ineens Ineke staan. Oh, het is een ezel. Nee, het is grijs water. Gewoon gratis, toch? Ja. Ja, dat is gewoon. Alleen voor ja. Het chemische toilet heb je pas nodig. Ja, dat is hier. Het is eindelijk een beetje droog. Nou. Het wordt weer tijd. Heel veel regen gehad. Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Orno. Goedemorgen Ineke en kijkers. Alsof we nog niet goedemorgen tegen elkaar gezegd hebben. Nee, dat hebben we wel gedaan al. Maar we zijn weer vertrokken. Ja, uit Beeksbergen. Ja. Niet te verwarren met Beekse Bergen. Nee. Nou, we hebben 3 dagjes gestaan op privéterrein. Dus jullie ja. Hoeven jullie niet het... De campercontact of de zijcode. Nee. En nu zijn we op weg naar? Almere. Almere. Naar Cannenburg. Caravans en campers. Want onze nieuwe luifel gaat erop gezet worden. Ja, vandaag. Kunnen we eindelijk de luifel weer gebruiken. Ja, en het wordt weekend heel warm weer. Ja, dus daar zijn we wel blij mee dat dat ook net voor het weekend erop gezet wordt. Ja. Nou, we hebben gezellige dagen gehad bij Alja en Esther. Ja, absoluut. Echt geweldig. Gisteravond op Bach gebarbecued. Echt. Ja. We hebben gezellig gekletst. Ja. Ja, heerlijk. Heerlijke 3 dagen eigenlijk. Een beetje vakantie. Een klein beetje vakantie voor ja. Zeker. Ja. Ja. Nou. En nu lustgevoel weer. Ja. Nou ja, het weer is niet al te best. Ik zit voor mijn sorry. Kan ik nu wel zien? Ja. Het weer is niet al te best. Ja, een beetje bewolkt. Ja. Nou. Als het maar droog blijft. Zo is het. En dan gaan we naar Almere. Ja. En dan zien we later wel weer. Nou ja, later gaan we naar Flevo Marina, want daar blijven we dan weer 3 nachten staan. Ja. Dag Ineke. Hey, hallo. Nou ja, de bekende vraag, hè. Waar zijn we? We zijn op Urk. We zijn op Urk. Ja, je bent op Urk. Niet in Urk, maar op Urk. Ja. Wat hebben we? Een vis. 12 uurtje. Vis 12 uurtje, broodje zalm. Kibbeling, een salade, een patat hebben we erbij besteld. Oh, wijs nog even opnieuw aan, want ik was even ergens anders. Voor de mensen thuis, de kijkers. Broodje zalm. Ja, gerookte zalm. Ja, kibbeling. Ja. Salade, met saus. Lekker vissoepje. Vis? Vissoepje. Vissoepje. En de patatjes. Als extraatje. Ja, als extraatje. Want jij bent gek op patatjes. Mm. En wat drinken we erbij? Jij een biertje en ik een rosé. Nou, ik zou zeggen, geniet nog. Ja, joh. En tot straks. Tot straks. Ergens. Goedemorgen, Orno. Goedemorgen, Ineke. Goedemorgen vandaag, hè? Heel vroeg, ja. Want? De auto moet APK gekeurd worden, dus we moeten Almere. Maar we zijn er klaar voor. Ja, stepje heb je ingedaan. Stepje heb ik ingedaan. Rijden maar dan, hè? Ja. Gauw zitten. Ja, anders krijg je weer bekeuring. Ja. Nou, tot over een poos. Want hoe laat is het? 7:45. 7:45. Half uurtje rijden, dus 7:45 zijn we. Dus mooie tijd. Oké. 8:30, 8:30. Nou, we hebben boodschappen gedaan. Yep. De camper is APK gekeurd. Adviespuntje was linker voorband.
Nou, dan gaan we wel eens kijken wat we daarmee doen. En dan wordt bij 1,1.6 wordt die afgekeurd. Dus dat doen we wel, daar gaan we wel even over nadenken. En dan, misschien doen we in september. Ja, na de, als we terug zijn naar Denemarken. Nou, het was een lange ochtend bij de vierdealer. Ja, zo, even wat inkopen doen voor de... Moet ik nog een karretje nemen? Of een mandje? Fuck. Denemarken, geen werkbezoek bij ACB in Almere. Oh, die zag ik ook volgens mij bij Jan Krul. Ja, dat zijn dekbedden denk ik, hè? Ja. Wel leuke kleuren. Dit is 160, 145, 195. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan weer weg van Flevo Marina, ja. Maar niet ver. Die meneer krijgt autorijles. Motorrijles, gaat. Motorrijles. En we gaan, we hadden beter de andere kant kunnen nemen, of niet? Het leek krapper dan het was. Hij krijgt ook motorrijles. We gaan naar de wasseretten. Jee, wassen. We hebben drie tassen met was. Drie tassen met was. Ja. Maar dat zijn twee wasjes of drie wasjes? Ja, weet ik niet. Twee, denk ik. Lijkt wel, die tas is heel zwaar. Zo, drie tassen. Drie tassen, we zijn er. Kijken of er plek is, of er kunnen wassen überhaupt. Het liefst normaal einde. Een wasmiddel heb ik bij me. Heb je portemonnee bij je? Ja, maar jij hebt je telefoon bij je toch? Ja. Hier stonden we toen een keer toen nog. Zei die man dat het niet handig was. Nee, maar het staat er ook niet parkeren, hè? Het is open. Ik heb niet de indruk dat er veel mensen zijn, Ineke. Nee, misschien ik dom. Ik heb het idee dat er helemaal niemand is. Ja, goed, er kunnen wel wasjes draaien natuurlijk. Nee, één drasje draait er. Nou, dat is... Even kijken. Appeltje eitje dan. Een grote wasdrogers, dus dat is ook snel droog. Dan gaan we dit voortaan gewoon doen, hoor. Even kijken. Hier maar één in. Dat is maar half wasje, zie je dat? Ja. Nee, het is niet anders. Even kijken. Naar zitten. 5 euro en 4. Nou, ik wil 5 euro. 2, 4, 5. Nummer 7, dat is... Vertel, wat hebben we allemaal gedaan vandaag? Nou, we hebben lekker geslapen. Toen zijn we naar... naar de wassen. 10 uur zijn we naar de wasseretten gegaan in Lelystad. Ja. En daar hebben we gewassen en gedroogd. Het was niet helemaal allemaal droog geworden in de droger. We hebben nog wat te droog gelegd ja, in de camper. Ja, een beetje klammig was het nog. Daar hebben we ook even geluncht, een krentenbolletje met een sapje. En net komen we van ons even af. En we hebben even wat achteruit de garage nog eruit gehaald. Een krat met garen. Wat ik er nog had staan... Dat gebruikte ik toch bijna niet, dus dat kan er wel uit. Ik moet er toch een beetje op het gewicht letten. Moeten we en weer... nog alle andere dingen. Ja, wat glazen en een kratje met schoenen of dingetjes die we eigenlijk nog tot nu toe niet nodig hebben gehad. Nee. Dus dan denk ik, dan zullen we het ook wel niet meer nodig hebben. We gaan zo uit eten. Nou, 15:45 is het. Nou ja, 7 uur. We gaan om 7 uur uit eten. Ja, bij de Gordiaan Kitchen Bar. Ja, die gaat... In Lelystad nu nog. Ja, en binnenkort in Zeewolde. Dus gaan we nog even gezellig eten vanavond. Ja, misschien gaan we vanavond wel even, nemen we de camera mee. Gaan we even vragen gezellig, aan ja. Lars en... Ja, en? Ja, Lars en... Lars weten we en, nu even niet. Weet ik nu even niet. Gaan we vragen of ze even willen vertellen wat ze gaan doen en waar ze naartoe gaan. Ja, is wel leuk. Even een klein interviewtje. Klein interviewtje doen we dat in de vlog. Want het is ons favoriete restaurant in Lelystad. Ja, zeker wel. Zonder ja. Ja. En dan komt heel snel ook wel applaus. Ja, zeker. Zilver. Ja. Maar Gordiaan Kitchen Bar is wel onze favoriet. Ja, het is geen groot restaurant, maar wel heel... heel goed. Ja, en gezellig. Maar we gaan ook zeker, als wij terugkomen vanuit Denemarken, gaan we in Zeewolde. Ja, ik weet niet wanneer ze daar beginnen. Nee, maar dat gaan we vanavond even vragen. Even vragen, een belangrijke vraag. Nu even wat drinken en dan gaan we de garage even reorganiseren. Yep. Want er gaat even alles uit en dan gaan we het opnieuw even indelen. Ja. Behalve de fietsen, want dat kan blijven staan. Ja, ja, ja. Even kijken of we het een beetje beter kunnen verdelen ook. Ja. En dan Kassian. Ja. Rustig aan. Morgen lekker uitslapen, hebben we niks te doen. Nee. 'S middags naar Omroep Flevoland voor het interview. Ja, en dan is het klaar even. Nou, nog niet helemaal. Oh. Nou ja, dan is het wel klaar met... Nee, ook niet met klusjes, want dan gaan we boodschappen doen. Oh ja. Dan gaan we tanken. Ja, zowel diesel als gas. Ja. En dan komen we hier terug op Flevo Marina.
Slapen we nog één nachtje. Gaan we morgenochtend even naar ons huis. Wat niet meer ons huis is, maar waar we nog wel wonen. En toilet even legen. Water vullen. Water vullen. Ja. En dan reizen we op naar Glückstadt. Glückstadt. Onze eerste stop richting Denemarken. Net over de Elbe gaan we met pontje. Doen we dat in één keer vanuit hier? Ja. Oh, ja. Weet appeltje ik niet. Eitje. Oh. Appeltje eitje. Twee vingers in je neus. Sowieso. Zo. Ik moet toch alleen doen. Dus. Dat gaan we doen. En dan slapen we één nachtje. En dan zondag rijden we naar Tine en Torben ja. in Gaasten. En dan zien we dan wel weer. En dan zien we nou, daar blijven we tot dinsdag, hebben we al gezegd. En dan gaan we richting Zweden. Dan gaan we naar Zweden, naar Lena. Ja. En naar de natuuristencamping daar. Ja. Maar dat water. Ja. Oké. Okay. Doei. Doei.